It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag spelen we Call of Duty Black Ops 2. We gaan vandaag spelen met de Hipfire Machine. Namelijk de Vector K10. Mijn stem is nog steeds niet goed, maar ik neem alle natuurlijk achter elkaar op. En ja, dat zou deze week nog wel eventjes zo blijven natuurlijk. Maar we spelen met de Vector K10 met daarop een long barrel en fast mag. En dit wapentje, holy shit, is echt niet, maar dan ook echt niet normaal chill qua hipfiren en ook gewoon inzoomend schieten. Want hier is al een keer nummer 1 binnen. En met het reloadje in een paar seconden. Dus kan je ook lekker veel enemies mee schieten natuurlijk. Oh joh, ik word van alle kanten geraakt. Kijk maar die hipfires. Die hipfires is echt niet normaal met dit wapen. Zo, UAV'tje inroepen snel. Huppakee, als je hipfire met het wapen, het lijkt wel of hij sterker is, maar voor mij is dat niet zo. Maar ik vind hem veel chiller schieten. Ik weet ook niet waarom. Oh, ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik kreeg een assist, ik dacht dat ik hem al dood had. We gaan even kijken of we een steltje er binnen kunnen halen. Gaan achter me spannen. Dat zijn mijn teammates al. Spannen waarschijnlijk. Bij poeder. Oké, stel ze op eens binnen. Oh nee, kak! Serieus? Ik schoot daar alles gewoon mis. Maar ik heb wel mijn stealthchopper en mijn Vector. Holy shit, let's go. Kom maar door, stealthchoppertje. Hipfire'tje erbij. Ah, twee man. Shit. Ik heb een UAV, maar de counter UAV is natuurlijk in de lucht. En de enemies hebben mijn steltje op kapot gemaakt. Dus daar ben ik ook niet blij mee. Oh, kut, ik kom mijn UAV in. Nou, die counter zou er toch bijna wel uit zijn, denk ik. Ja, dat is mijn eigen schuld, man. Waarom kom ik mijn UAV in? Wat, de enemies hebben een orbital? What the fuck? Wat? Hoe hebben de orbital? Enemies nou een orbital? Teammates toch, hoe kan dit? What the fuck? Ik vind dat wel zo grappig. Oké, ik kan die wel wennen. Teammate. Godverdomme, hoe kan dit nou joh? Oh my god. Ging zo lekker, hè? 13-2. En dan ga ik gewoon dood door bullshit. Omdat mijn teammates gaan zo kak. Oh no. Ik moet wel even deze car pakken, hoor. What the fuck, teammates? Zo, mijn aim is ook even off. In rug, maat. Lekker teammates. Dan moet ik door mijn bakken snijden. We gaan dit potje nog verliezen ook. Holy shit, jongens. Maar we hebben natuurlijk wel onze streak gehad, dat wel. 18-8 om de eindscore, dus ook nog wel redelijk. Maar natuurlijk, mocht je wel genoten van deze video, laat een blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Helpt me natuurlijk enorm.
teammates zijn allemaal negatief gaan, behalve ik. Dus dat zegt wel weer genoeg. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.